Alleen repatriatievluchten uit high-risk landen zoals Nederland, de Verenigde Staten, Nederlandse Antillen en Brazilië zijn toegestaan. Dit zegt directeur Timothy Mendonça van de NV Luchthavenbeheer. Volgens hem gelden op al deze vluchten de repatriatiemaatregelen. Dat betekent dat er alleen repatriatie en essentiële travels zijn toegestaan, zowel voor inkomende als ook voor uitgaande passagiers. Er is een registratieplicht die terug wordt gekomen zoals we daarvoor heen hadden. De registratie voor alle inkomende passagiers, dat moet via consulaire zaken. Dat gaat via consa@gov.sr. En voor additioneel wat is bijgekomen, omdat er een restrictie is, een urgent besluit vanuit de overheid om geen toestemming te verlenen voor ingezetenen om op vakantie te gaan, is er nu ook een registratieplicht van kracht. En deze registratie is vooralsnog bij de airlines en mogelijk ook via TCT, maar daarover komt er nog meer informatie, dus initieel voor de airlines. Mendonça haalde verder aan dat het binnenreizend publiek nog altijd een negatieve PCR-test moet kunnen overleggen. Ook haalde hij aan dat het in quarantaine gaan verplicht blijft. En we vragen in ieder geval voor de luchthaven om het proces sneller te laten verlopen. Dat de passagiers al de formulieren die via de airlines en de reisbureaus verkrijgbaar zijn, vooraf in te vullen, zodat het proces met de health check op de airport vlotter verloopt. En dat we in ieder geval geen afhalers vanuit families naar de airport krijgen, maar dat slechts de transportbedrijven vanuit de airport die op de airport geregistreerd zijn of die via de hotels transport worden geregeld. Dat was Timothy Mendonça, directeur van NV Luchthavenbeheer. Hij liet ook weten dat de vluchten van deze week normaal uitgevoerd zullen worden, met de restrictie dat deze alleen gelden voor repatriatie van inkomende passagiers. Niet ingezetenen en personen die niet behoren tot de essentiële diensten zullen niet worden toegelaten tot ons land.